Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, loodgietersinstallatiebedrijf Van Leeuwen, Neneva lichtreclame en belettering, restaurant De Landbouw, Max Heldclub fysiotherapie en personal training, Pieter Overgaag partyverzorging en organisatie, Ros Overslag, Bictgroep ICT-diensten, RW Repair voor brand, water en inbraakschade, en Asta Casino. Vanuit de Sir Winston Entertainment Club is dit Haaglanden Voetbal aan tafel. Natuurlijk vanavond weer gasten aan tafel. In het eerste blok praten we met een tweetal trainers. Rob de Lange, trainer van zondag hoofdklasser DHC. En zijn ploeg draait goed mee. Kunnen alleen nog maar naar boven kijken. Zijn collega Dick Boerenboom heeft andere problemen. Maar hij hoopt dat door de overwinning van afgelopen zaterdag tegen Vitesse Delft zijn ploeg de inhaalrace heeft ingezet. In het tweede blok gaan we praten met twee heren die gewend zijn om een voorzittershamer te hanteren. Henk Hoogweg doet dat al 15 jaar bij het Nooddorpse RKDO. Maar op de komende ledenvergadering gaat hij daar een punt achter zetten. En Frank Bijloos is onlangs gestopt als voorzitter voetbal bij HVV. In deze aflevering natuurlijk ook onze vaste rubrieken. De fluwelen trap. En we zijn benieuwd of twee spelers van HVV in staat zijn om het record te breken van HBS. En een van die spelers, Ted de Man, die is op dit moment bezig om zich voor te bereiden om te proberen een contract te verdienen bij de FC Volendam. En dan hebben we natuurlijk ook nog onze rubriek, de vierde man. We zijn benieuwd waar onze reporter Laurens de Wit dit keer is beland. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal aan tafel. Don't you worry, baby. I will be alright, as long as I'm able to dream of you at night. Don't you worry, baby, I will be alright, as long as I'm able to dream of you at night. All right. Don't you worry, baby, I will be alright, as long as I'm able to dream of you at night. Don't you worry, baby, I will be alright, as long as I'm able to dream of you at night. En zoals altijd beginnen we de uitzending met de klanken van onze huisband, de mannen van het strand. En we gaan dadelijk praten in het eerste blok met onze tafelgasten Rob de Lange en Dick Boerenboom. Maar allereerst, zoals iedere week, of iedere uitzending moet ik eigenlijk zeggen, gaan we naar onze sidekick Rob Blankenstein. Rob, want de vraag is natuurlijk, is het jou nog iets opgevallen het afgelopen voetbalweekend? Ja, het is eigenlijk een inkoppertje. Afgelopen zaterdag in de eerste klasse B stond Forumsport tot de 73e minuut tegen DSO met 4-1 voor. En uiteindelijk is het na 90 minuten 4-5. Als je nog zo'n voorsprong in zo'n korte tijd weg kunt geven, dat is erg opmerkelijk. Ja, het publiek de grote winnaar natuurlijk bij dat soort wedstrijden. Goed, we gaan praten aan tafel. Rob, gaan we bij jou eens beginnen. En dan kijken we even in die zondag hoofdklasse. DHC op dit moment, 7e plaats, 31 punten. Net zoveel als, ik geloof, de Zouave en VOC. Als je dan dat bekijkt als trainer, ben je dan tevreden? Of zeg je, dat hadden er meer kunnen zijn of moeten zijn? Ja, als je kijkt naar je start, 5 gespeeld 3, waarin je een aantal bepalende spelers mist. Ja, als je toen compleet had geweest en een puntje of 5-6 erbij had gehaald, wat normaal... Normaal had geweest, dan had je er nou bij gestaan. Ja, dat was bij jou heel anders, Dick, want jullie begonnen die competitie met een 0-3 overwinning bij SVC 08. Ik dacht, Duno gaat meedraaien dit seizoen. Klopt, maar per saldo na 5 wedstrijden, hetzelfde resultaat, hoor. 5 gespeeld 3 punten. Ja. En ja, goed, die eerste wedstrijd, die wint die eerste wedstrijd. Ja, klopt. Wat ging er dan mis daarna? Ja, wat ging er mis? Op een gegeven moment begint het heel klein. En je komt langzamerhand in een spiraal terecht. En dat is best wel lastig om tegen te houden. Veel blessures, op een gegeven moment ook best wel wat schorsingen. Belangrijke jongens die je mist. En ook Duno heeft een breedte van 14, 15 man. En als daar toch wel structureel een man of 4, 5 weg van valt. Heb ook Duno, wij ook een probleem. Heel simpel.
Dik had dat ook te maken met het feit dat je toch qua selectie toch wel een andere selectiegroep had als dat seizoen ervoor. Dus met andere woorden, je moet eerst het team vormen. Dat heeft ook een x-aantal wedstrijden nodig. Ja, maar ja, vorig jaar, dezelfde situatie. Begon ook, in mijn ogen, met een man of 8 nieuw. En dat liep wel. En heel gek, de voorbereiding vorig jaar begon heel stroef. En dan hield hard vast wat er ging gebeuren. En uiteindelijk pak je de eerste periode zelfs. Ja, en dit jaar is het eigenlijk andersom. Voorbereiding doe je het eigenlijk gewoon goed. De eerste wedstrijd gaat helemaal goed. En langzaam, of je krijgt gelijk de tweede wedstrijd een tikje. Ja, en dan zie je die kleine dingetjes steeds groter worden. En daar doe je alles aan om dat tegen te gaan. Maar uiteindelijk helpen de schorsingen en de blessures helpen daar niet aan mee. Rob is nog terug naar DHC. De thuiswedstrijden, 14 punten verspeeld in de thuiswedstrijden. Dat is dat onder andere verlies tegen ploeg als Goes, Nieuwenhoorn. Dat lijkt me dan wat veel, hè? Ja, dat klopt. We hebben uit pas 2 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld, de rest gewonnen. Waar zit we hebben de meeste punten gehaald. Ja, misschien vinden ze onze accommodatie mooi, de tegenstanders, dat ze extra de best doen. Maar daar heb je geen verklaring voor. Nee, maar kijk, zo'n ploeg als Goes, Nieuwenhoorn, dat is toch wel eeuwig zonde natuurlijk. Zeker nu, hè, als je dan kijkt. Ja, kijk, als wij thuis spelen, dan gaven de meeste ploegen zich in. Die gaan gewoon voor het kool leggen. En uit, ja, dan doen wij dat niet. Hoor, daar gaat het niet om, want wij spelen ons eigen spel altijd, uit en thuis. En uit krijg je toch wat meer ruimte. En dan zijn we levensgevaarlijk. Ja. Op het feit dat jullie nu op kunstgras spelen, dat is ook een gewenningsperiode geweest natuurlijk. Heeft dat dan nog mee te maken? Of? Nou, want er spelen bij ons al aardig wat ploeg op kunstgras. En als je afgelopen zondag kijkt naar de dijk, ja, dat is een grasveld, dat gaat eigenlijk nergens over. Dus dan ben je toch wel blij met kunstgras. En de meeste clubs, volgens mij gaat Zouave er ook naartoe. VOC krijgt een kunstgrasveld. Dus je houdt het niet meer tegen. Wat bij jullie zo goed begon, of althans het seizoen, de uitwedstrijden punten pakken. Zo slecht gaat het met Duno, want jullie hebben van al die clubs in die tweede klasse de minste punten uitgehaald. Slechts 5. Ja. Maar thuis hadden we ook niet veel, hoor. Nee, dat klopt. Maar goed, opvallend dat je met name in die tweede klasse de minste punten haalt in de uitwedstrijd. En dan zitten er nog 3 bij tegen SVC. Ja. En 3 thuis van de SVC. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, die zijn er wel ziek van. Weet je, we kunnen al linksom, rechtsom. Je kan er hele theorieën op loslaten. Feit is, waar we nu staan, 2014 zijn we goed gestart. En we moeten nu die serie doorzetten. En die serie die haperde in het begin elke keer. In 2014, winnen, verliezen, winnen, verliezen. Ja, en nu moet ik hem doorzetten. Nou, cruciaal was het natuurlijk afgelopen zaterdag tegen Vitesse Delft. Ik bedoel, klopt. Verliezen, daar was het gebeurd geweest. En nu, ja, de hoop dat je die inhaalreeks gaat inzetten. Ja, klopt. 7 wedstrijden hadden we afgelopen zaterdag nog 7 wedstrijden te gaan. 7 punten achter. Die win je. Dus je staat er nu nog door andere uitslagen 5 punten achter. Aanstaande zaterdag cruciaal wederom. En dan nog 5 wedstrijden cruciaal, maar aanstaande zaterdag, heel belangrijk, kom je 2 punten van de PD-plek af. Of gaat die anders liggen? Ik denk als je dit seizoen vergelijkt met vorig seizoen, qua niveau van de ploegen, is daar nog veel in veranderd in jouw optiek of niet? Nou, het niveau op zich, we dachten echt, en ik voorop, dat ik een ploeg had staan die mee kon draaien in de top van de tweede klasse. Laten we eerlijk zijn, nou, daar leer je van. Omstandigheden leer je van. Ik heb bij het begin een trainer. Ik heb 5 jaar nu trainingsvak gedaan. 3 jaar HBS2. Hartstikke leuk. Leuke dingen gedaan. Quintus kwam eraan. Ja, dat ging ook crescendo. Eerste jaar Duno ging hartstikke goed. Periodetitel na competitie. Ja, en dit jaar zit het tegen. Maar dan kun je zeggen... Daar leer je van, daar leer ik ook zeker van. Het zijn omstandigheden die ik nog niet heb meegemaakt als trainer zijnde. Maar hoe je het went of verkeerd, we moeten eruit zien te komen, met z'n allen. Neem je dat ook mee naar huis, het feit dat het zo moeizaam gaat dit seizoen? Of ben je een trainer die ze dat makkelijk van zich af kan zetten? Nou ja, waarom zou ik het van me afzetten? Ik probeer de oplossing te creëren en te bedenken. Zodanig dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat we goede uitslagen neerzetten. En dat alles moet wijken voor resultaten op dit moment. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Robert, nou, ja, kijk, je hebt afgelopen jaar wat spelers erbij gekregen. Ook niet de minste, Jordi Brouwer, Ricky van den Berg.
Nou, afgelopen zondag, Ricky van den Berg, voor jullie weer heel belangrijk, assist, doelpunt. Hij gaat weer draaien. Ja, Ricky is de tweede seizoen zelfs weer fit. Dus dat heeft hij niet alleen afgelopen zondag gedaan, maar die week daarvoor heeft hij ook een goal gemaakt en één voorbereid. Die week daarvoor heeft hij er ook één gemaakt en voorbereid. En het team past zich steeds beter aan in dienst van hem, want daar gaat het gewoon om natuurlijk. Ja, hij draait goed, Jordi Brouwer. Die draait ook goed. Ja. Ja. Het is belangrijk. We moeten alleen, vind ik, dat Jordi nog te weinig ballen van de flanken krijgt. En dat moet nog verbeterd worden bij ons. Dus, maar als je gisteren kijkt naar Bas Voogd, is weer terug. Dat is ook geen onbelangrijke jongen die anderhalf jaar eruit is geweest. Nou, die heeft nou na Goes zijn tweede wedstrijd gespeeld. En dus het wordt wat rustiger achterin. Hè. Het is niet alleen Jordi Brouwer, Ricky van den Berg. Nee, dat is helder. Het collectief, Danny van der Rey, nu Bas erbij. De jongens die we hebben op het middenveld, Oshie. En Joren. Dus nee, het is echt het collectief waarin individuele kwaliteiten van bijvoorbeeld die twee spelers, die kunnen gewoon verschil brengen. Goed, we gaan dadelijk met jullie even verder praten, want we gaan eerst even praten met iemand in het publiek. Dat doen we altijd in een van onze afleveringen. En dit keer is dat met Peter de Jalle van Sportconcepting. Nou Peter, dat is niet zomaar, want samen met Haaglanden Voetbal zijn we toch iets nieuws begonnen. Het Haaglanden Voetbal Magazine. Nou, het is bijna zover Peter. Ja Ton, dat klopt. Als het goed is, dan gaat hij vermoedelijk in de loop van de volgende week bij alle 80 verenigingen in de regio gedeponeerd worden. Ja, ik heb hier een fraai voorbeeld van het blad. Het is nog een dummy. Het is dadelijk een prachtig full-color blad met schitterende verhalen die erin zitten. Het kan me wat moeizaam van start, zoiets dergelijks. Maar goed, met alle medewerking van de schrijvers, fotografen. Ik denk dat er een fantastisch product ligt. Ja, zonder meer. Ik denk, en daar hebben we ook samen met jullie naar gestreefd om toch een magazine neer te zetten. Een zo breed mogelijk magazine. Niet geënt op eerste teams, maar ook damesvoetbal, geen voetbal gaat aan bod komen. Dus echt zo breed mogelijk. En ook een vierde klasser draait daar sowieso in mee. Ja, ik zag ook iets over de voetbalscholen staat erin. En er is een kijkje genomen bij diverse clubs ook in de keuken. Ja. Klopt. Wanneer hoe gaat de verspreiding plaatsvinden? Want het blad, het hoeft niet gekocht te worden, want het gaat gratis naar de clubs toe. Nee, er zullen ongeveer een stuk of 100 exemplaren per vereniging beschikbaar worden gesteld. En commissiekamer, bestuurskamer, kantine natuurlijk. En we pakken een oplage van om de beide 10.000 exemplaren. Nou, als ik uitga van de gemiddelde populatie per vereniging van 1000 mensen, dan praten we toch op een lezerspotentieel van om de bijna 100.000 mensen die dat blad in de loop van de volgende week te zien gaan krijgen. Goed, en dan hebben we het over het blad natuurlijk fysiek in handen. Want ja, binnenkort verschijnt ook onze nieuwe website van Haaglanden Voetbal. Die gaat online en op die website is het blad ook keurig netjes te lezen. Ja. Je kunt het helemaal bladeren, dus eigenlijk iedere voetballiefhebber kan de inhoud tot zich nemen. Nee, zeker te weten. En, wij hopen samen met Haaglanden Voetbal natuurlijk dat het de eerste versie een groot succes mag gaan worden. En die staat er ook weer aan te komen, want die is gepland voor medio mei, juni. Nou, daarna gaan wij hem evalueren, hoe is het blad ontvangen. En gaan wij met een schuin oog kijken naar wat we 2014-2015 gaan doen. Of dat we met twee uitgaves, ja, ik wil zelf het liefste naar een kwartaalblad, dus vier keer per jaar. En, maar goed, dat moet de toekomst dan maar leren of dat daadwerkelijk zo gaat lukken. Oké, wij weten in ieder geval dat er over voetbal genoeg te schrijven is en prachtige mooie foto's erin. Dus laten we hopen dat het inderdaad niet bij een eenmalige uitgave blijft. Maar we kijken in ieder geval allemaal uit naar dadelijk de eerste uitgave over pakweg een week. Zeker weten. Peter, bedankt. En okay, wij gaan aan tafel verder weer met onze gasten Rob de Lange en Dick Boerenboom. Rob, we hadden het net al even over die twee spelers, Ricky van den Berg en Jordi Brouwer. In hoeverre weet jij of zij ook volgend seizoen nog deel uitmaken van je selectie? Die maken volgend seizoen nog deel uit van onze selectie dus. Dat is belangrijk. Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, je moet niet met een speler in zee gaan eigenlijk voor één seizoen, denk ik, die in je as staat.
Hè, dat zijn bepalende spelers. Dus ja, die moeten ook de jonge talenten verder eigenlijk opleiden in het veld. Hè. Maar dat gebeurt toch wel met een van je spelers. Want je doelverdediger Erwin Friebel, daar heb je zelf heel veel voor gedaan om hem terug te halen naar Delft. Ja, die laat je eigenlijk een beetje zakken na één seizoen. Maar ja, dat is de voetballerij. Hè. Als je bij een andere club, in dit geval Quick Boys, ja, het gaat natuurlijk ook om geld. Ja. Dat is een simpel verhaal. En het budget van Quick Boys is net even iets groter als wat wij te besteden hebben natuurlijk. In hoeverre kan je nu al zeggen van de huidige selectiegroep blijft voor 80% intact? Of kan je we zijn, Chef en Ed de Jong, Chef de Port en Ed de Jong, die zijn druk bezig om de selectie intact te houden. Nou, een aantal spelers hebben we al toegezegd en de rest volgt de komende week. En jou toe, Dick. Ja, je hebt gewoon gezegd de inhaalrace ingezet. Zaterdag cruciale wedstrijd alweer tegen Naaldwijk. Stel je nou eens voor dat het niet loopt en niet gaat zoals je dat zou willen. Ik hoop van ganse harte, want ja, ik heb altijd een zwak voor Duno. Maar is het dan een ramp voor de vereniging? Nou, dat weet ik niet. Er wordt hardop uitgesproken dat dat misschien niet zo is. Ik denk voor mezelf voor de technische staf en de spelers zou het wel goed teleurstellend zijn, ja. Ja, want ja, dan wordt natuurlijk de loop naar de club wordt ook wat minder natuurlijk. Ik bedoel, Duno is natuurlijk niet al een club waar het een duiventil is. Hoe is het vanuit de jeugd vandaan? Zit daar wat aan te komen? Nou, die is een paar jaar geleden is die weer opgezet. En er zijn mensen heel erg druk mee bezig. Ja, dat zie je toch langzaam van onderaf moeten komen. Dus ja, in de B en in de C, waar John van de Hogeband heel druk mee bezig is. En in de A, waar de korte trainer is, daar zie je echt nu wel wat groei in komen. Maar dat daar echt direct de eerste helft spelers staan, ja, dat mag je niet verwachten. Betekent dat jullie nu een zwaarder boer op moeten in de overzijdsperiode? Of? Nee, dat is ook helemaal niet wat we willen. Ik hou graag van een club en zo lang mogelijk die groep bij elkaar houden. Misschien moeten we wel daar wat aanpassingen in komen. Maar zoals we vorig jaar zijn geëindigd, zo zijn we eigenlijk dit jaar weer gestart met een stuk aanwinst. En zo wil ik het eigenlijk volgend jaar ook doen. Rob, als je kijkt naar bij DRC, ik zeg, jullie staan er heel erg goed voor. De derde periode sta je op dit moment tweede achter Edo, ik geloof 2 punten minder. Ja. Alles gericht waarschijnlijk misschien om die tweede periode of die derde periode te pakken. Want dat is ook nog interessant. Nou, ik denk niet alleen derde periode, maar zoals het er nu in haar uitziet, geeft de vierde plek op de ranglijst ook recht op na-competitie. Nou, dan staan we 1 punt achter op Kwik en De Dijk. Nou, De Dijk hebben we afgelopen zondag gehad. En Kwik krijgen we na Zouave. Dus je hebt in principe, in mijn optiek, hebben we alles in eigen hand. En je moet gewoon van week tot week kijken. Vorig jaar hebben we 39 punten gehaald. Zijn we samen met Westlandia 65 geworden. Nou, en nu moet je proberen meer punten te halen als 39. Dan denk ik dat we vierde zijn. Er zijn nog een hoop punten te vergaren, zeg maar, in die hoofdklasse. Kijken jullie toch nog met een schuin oog naar die eerste plek? Of zeg je van, dat hebben we uit ons hoofd gezet? Nou, maar ja, daar heb je natuurlijk de eerste, waar we net over hadden, op de eerste 5 wedstrijden, heb je dat al verspeeld. En je komt nu aardig op stoom, laten we dat maar zo zeggen, de tweede seizoen zelf. En dan kijk je, wij kijken eigenlijk nou van week tot week. En als we eerst de Zouave thuis, als we die winnen aanstaande zondag, dan gaan we weer rustig kijken wat de rest heeft gedaan. Dus nee, we zijn niet in de planning echt mee bezig van een derde periode en de vierde plek. Maar het is wel streven. Wie geeft jou de meeste kans om uiteindelijk toch die titel te pakken? Ja, ik denk dat de meeste mensen toch Edo onderschatten. Iedereen heeft het over Westlandia en de Koninklijke HFC. In mijn optiek is Westlandia heel moeilijk te bespelen. Doordat ze altijd van achteruit gelijk de lange bal spelen en op de tweede bal spelen. En het middenveld eigenlijk overslaan. En hebben natuurlijk 2 bomen van spitsen. En die kunnen ook aardig het verschil brengen. Dat is ook een manier. En dus die gaan in mijn optiek ook wel tot de laatste ene en laatste dag meedoen. Nou, de Koninklijke HFC moet nog naar ons toe komen. Nou, dat is ook wel een ploeg die ons legt qua speelwijze. Die willen ook altijd wel voetballen. Zijn in mijn optiek wel in de breedte het sterkste. Dus en Edo is gewoon mouwen opstropen. En die leveren enorm veel strijd. En dan,
Dat houden ze ook gewoon 90 minuten vol. Dat is ook knap natuurlijk. Ik wil dezelfde vraag eigenlijk overstellen aan Dick. Als je kijkt naar die tweede klasse C, HVC 10 en Biver, natuurlijk een lange tijd strijd gewisseld. Wordt dadelijk Valk 68 de lachende derde? Nou ja, ik heb even kijken, 3 wedstrijden geleden tegen Valk gespeeld. En toen noemde ik hem al, Valk 68 wordt in mijn ogen de kampioen. En jullie kunnen een beetje helpen, jullie krijgen ook Biver volgende week is dat, dacht ik. Ja, we krijgen eerst Naaldwijk en Biver. Ja, dat is ook een zware, dus jullie kunnen er een beetje aan meehelpen. Ja. Maar wie verdient het meeste als je kijkt naar die drie ploegen? Nou ja, heel simpel. AFC staat vanaf, niet dag 1, maar wel een van de eerste weken stonden ze bovenaan. Ja. Langs de bovenaan gestaan. Ja, alleen ja, die morsen wel heel veel punten op dit moment. Ja, dat doet Biver ook natuurlijk in wezen. Ja. Vergis je niet, meneer Van der Heijden is wel erg belangrijk voor ze. Goed, heren, we zijn aan de tijd. Hartelijk dank voor jullie komst hier naar Sir Winston toe. Heel veel succes nog in de loop van de competitie. Rob, om in ieder geval te zorgen dat je daar die na-competitie gaat spelen. En Dick, alles daartegen, alles voor het doen om te zorgen dat je Vitesse Delft gaat achterhalen. En voor ons is het de tijd om te gaan kijken naar onze rubriek De Fluwelen Trap. En in de virtuele trap komt dit keer aan bod HVV met twee spelers, onder andere Ted de Man. En ze worden begeleid muzikaal door onze huisband De Mannen van het Strand. Come my way. I sat down and I waited. I waited all that day. My glass is almost empty. It's nearly closing time. I can't help but hoping that someday that you'll be mine. All my days in misery, I'll be waiting. Even when I'm 93, I'll be waiting for your love. I really want to call you to make things right. I'm afraid to make it work and get into a fight. Last round for drink. Give me another beer. I wish I dared to call you and whisper in your ear. All my days in misery, I'll be waiting. Even when I'm 93, I'll be waiting for your love. When you drown yourself in tears, oh, please remember me. I'll be waiting all those years. When you don't know where to go, when you're sitting all alone, I'll be sitting here, still staring at my phone. All my days in misery, I'll be waiting. Even when I'm 93, I'll be waiting for your love. I'll be waiting even when
93, I'll be waiting for your love. Dank je wel. En dat was natuurlijk weer de fluwelen trap, muzikaal ondersteund door onze huisband. De jongens van, nee, de mannen van het strand moet ik natuurlijk zeggen. De fluwelen trap, ja, we hebben het gezien, HVV, een beetje een tegenvaller, maar 500 punten. Daar kom ik straks wel even terug op bij onze vertegenwoordiger van HVV, Frank Bijloos. Mag ik eerst nog even naar Jan van der Veer. Jan, we hadden aan tafel net ook weer iemand zitten dat een oud leerling van je was, Dick Boerenboom. Ja, dat klopt. Ja, er zitten allemaal oud-leerlingen van jou steeds. Ze blijven zitten. Ze zijn allemaal teruggekomen, volgens mij. Goed, vraag, wat we altijd aan jou vragen, is er nog iets te vertellen, een aardige anekdote? Ja, ik heb dan wel een leuk verhaaltje. Er bestond op een gegeven moment een voetbalploeg, die heette de Tempeliers. En die was van Kees Tempelaar, André Wetsel en hoe heet die? Mark Wotten. En die gasten hadden nogal een beetje praatjes, ze konden goed voetballen. En wij hebben die aangehaald en daar een truc op bedacht. We zijn lekker gaan spelen en in de rust stonden we voor. En dat op een gegeven moment, die Mark Wotten was de slimste van het stel, want 10 minuten na rust, toen dacht hij dat we met z'n 12 liepen te voetballen. En uiteindelijk zei hij, ja dat klopt niet. En onze aanvoerder Willem de Jong zei, oh, we hebben een foutje gemaakt in de rust. En we hebben toen nog een aardige wedstrijd gespeeld tegen die gast. Ja, dat zie je tegen dat soort jongens, moet je er gewoon allerlei trucjes uithalen. Jan, bedankt. En uiteraard ook de mannen van het strand. Bedankt voor hun muzikale ondersteuning bij de fluwelen trap. Want ja, daar wil ik nog even op terugkomen. We gaan praten uiteraard met onze gasten aan tafel. Henk Hoogweg, de voorzitter van RKDO uit Nooddorp. En Frank Bijloos. Frank, net afgetreden als voorzitter voetbal van HVV. Nou, je hebt het gezien. HVV, 500 punten. Ted de Man. Ja, die is niet meer actief nu bij HVV, want hij gaat zich volledig toeleggen op een contract wat hij graag wil tekenen bij FC Volendam. Maar ja, en dan 0 punten scoren voor je club, dat is niet best. Ik denk dat hij dat filmpje dan maar op moet sturen naar Volendam. Dan zijn we daar ook weer vanaf. Ja, ik denk dat hij zichzelf misschien iets te veel heeft voorgesteld van de trappen. Maar ja, misschien leert hij dat daar bij Volendam weer. Oké, nou het is in ieder geval heel erg moeilijk. In ieder geval het record van HBS is niet gebroken, HBS nog steeds bovenaan. Goed, heren, welkom aan tafel. Henk, om met jou te beginnen. Voorzitter van RKDO. Ja, dat is niet zo kort, want je doet het al 15 jaar. Ja, en 15 jaar met heel veel plezier. En eigenlijk, het is een cliché van een bekende uitzendorganisatie, maar de tijd is voorbij gevlogen. Ja. Toen je begon daaraan, had je voor jezelf in gedachten van, nou, dat is leuk, ik wil dat wel gaan doen voor een bepaald aantal jaren. Ja, dat wel. We speelden toen nog in de, toen ik voorzitter werd, speelde nog in de renbaan. Hè, het beruchte ovaaltje met het beruchte veld. De spelers waren van de tegenstander. Je wilde daar niet voetballen als het een beetje wind stond. Nee, dat bedoel ik. Ja. En de tegenstander was al moe als ze op het veld kwamen. maar er waren toch allerlei bewegingen. De drafsport in Nooddorp ging weg. En het was eigenlijk al zeker dat we daar weg zouden gaan. Tenminste, dat wilde de gemeente Den Haag graag. Die wilde ons uitplaatsen naar de rand van de A4 als buffer tussen de woningbouw en de Rijksweg. Nou, daar hebben we ervoor gestreden om daar te blijven. Dat is gelukt. Nou, de velden zijn toen als het ware omgeklapt. Aan de andere kant van de club gewoon de sporthal verplaatst. Het voordeel van ons was ook dat het allemaal eigendom was. Dus het kostte aardig wat om ons uit te kopen, het clubgebouw en sporthal. En dan stel je toch een doel. En een van de doelen was bijvoorbeeld de tribune. Nou, daar zijn we ontzettend trots op dat we die op een gegeven moment in 2004 gebouwd hebben. En ik ben eigenlijk ook een bouwpastoor van Zeester, wat de bouwen viel, was ik erbij. En dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. En we zijn nu uitgebouwd. Dus het wordt nu tijd om te spreken. Nee, dat is onzin. Maar je moet gewoon, na 15 jaar moet je ook denken van, nou, het is mooi geweest. Is mooi geweest en laat iemand anders maar een stokje overnemen. Ja, Frank, om naar jou toe te gaan. Daar heb jij geen 15 jaar over hoeven nadenken om het stokje er neer te gooien. Je hebt 3 jaar gedaan, voorzitter voetbal. Ja. Dat vond je lang genoeg? Vond ik lang genoeg? Nee. Ik had van tevoren gezegd dat ik het 3 jaar zou doen. Ja. Mijn voorganger die zat 7-8 jaar. En die wilde eigenlijk weg, maar hij kon niemand vinden. Toen heb ik het gedaan en ik heb gezegd, ik wil het best doen met mijn mensen, maar dan doe ik het ook 3 jaar. En na 3 jaar ga ik echt stoppen, want ik loop langzamerhand tegen de pensioengerichte leeftijd aan. En er zijn andere dingen. En het is, mijn collega zegt, het valt mee, ik vond het een hele zware bevalling.
Dan maak je jezelf een voorstelling van zo'n functie. Ja, zijn dan... je hebt een bepaald idee, want ik heb natuurlijk al jaren loop ik, zit ik in het bestuur, was technisch verantwoordelijke. Maar ja, je hebt een bepaald idee om leiding te geven, maar je bent meer met andere dingen dan bezig dan aan leiding geven. En dat is mij zwaar tegengevallen. Wat is jou het meest tegengevallen? Kan daar een specifiek voorbeeld van doen? Nee, daar zijn vele dingen voor. Het is, aan de ene kant is het heel erg leuk, maar aan de andere kant word je eigenlijk 7 dagen in de week ermee bezig. En dat bijna een geheel jaar. Je hebt eigenlijk geen vakantie. En dat is wel, dat vind ik gewoon zwaar. En het doet een hele enorm beroep op je. En dat valt erg tegen. Is dat niet opmerkelijk? Want HV staat juist bekend als een vereniging waar veel draagvlak is, waar veel mensen in commissies zich beschikbaar stellen. Alhoewel dat misschien ook in de loop der jaren wat minder geworden is. Is dat onder andere een aspect waarvan je zegt van ja, dat is me toch enigszins tegenval? Nou nee, kijk, je hebt enorm veel steun en hulp. Maar ja, als voorzitter krijg je wel, het HV is natuurlijk op dit moment een nog steeds groeiende club. Met, ik dacht, 1200, 1300 leden. Ja, en, en iedereen heeft zijn mening en alles moet je maar helpen. En we hebben natuurlijk maar een beperkte ruimte. En dat wordt natuurlijk ook nog eens een keer aan je gevraagd. Ja, waarom mogen wij maar 1 keer trainen en waarom zij wel 2 keer? En ja, al die andere problemen die ze mee meedoen. Ja, men is tegenwoordig mondiger, men eist ook veel meer. Ja, en die problemen krijg je dan elke keer op je boterham. Ja, dat is ook dat bij HVV, de opvolger die is inmiddels alweer bezig, Tony Boven. Hoe is het bij RKD? Want ja, tegenwoordig bestuursleden, zeker niet voor de functie van voorzitter, nee. Ze stellen zich niet op in rijen van 3. Nee, dat klopt. Nou, ik heb tijdens de vorige algemene ledenvergadering, was in november, heb ik aangekondigd dat ik zou stoppen. En dat was ook, dat heb ik ook via een persbericht gedaan, een interview in het AD en nu vanavond hier weer. Dus het is nu algemeen bekend dat ik echt ga stoppen, want ik had al overigens al eens eerder gezegd. Maar het is nu klaar. En we hebben, op mijn initiatief hebben we een werkgroep ingesteld die dus mensen gaat benaderen, mensen gaat zoeken. Nou, we hebben nog even tot, want in november treed ik af. En het is een heel leuk groepje van oorspronkelijke Noorddorpers en nieuwe Noorddorpers, zeg maar. Een hele goede mix daarvan. Ik doe daar zelf ook in mee. Nou, je kan zeggen, je moet niet over je graf heen regeren. Maar aan de andere kant wil ik het wel graag achterlaten, met een gerust hart achterlaten. Dus we zijn nu mensen benaderen. En mensen zeggen wel van ja, ik zou het eventueel willen doen. Maar niet zoals jij het gedaan hebt. Wat zeg jij nu van het valt wel mee, het kost niet veel tijd. Nee, absoluut niet. Nee, maar het is ook hoe je het zelf invult. Ja. Hè. Kijk, ik ben dus gegroeid van 600 leden naar 1600 leden. En in het begin vond ik dat ook leuk om, het is dat leuk, dat gaat vanzelf, ja. Om je overal mee te bemoeien. Maar dat is wat Frank ook zegt, van iedereen kent je dan en iedereen komt naar je toe. En je bent vaak op de vereniging. Ja. En ik ga bijvoorbeeld in Voorburg boodschappen doen. Dat ik in de parade loop, dan ben ik 2 uur weg. Dus ik vermijd het wel een beetje. Maar, als de douches koud zijn, bellen ze ook Henk Hoogweg. Nou, dat nog net niet. Dat nog net niet. Maar als je steeds naar alle gaten springt, kijk, dan is het ook een beetje je eigen schuld als je er ontzettend veel tijd in moet steken. En ik denk niet dat er een opvolger te vinden is die dat weer gaat doen. En dat hoeft ook niet. Ik bedoel, je moet ook kunnen delegeren. En daar ben ik de laatste jaren wel een beetje ingegroeid ook. Dat ik wel heel veel steeds meer zeg van wat heb je er zelf aan gedaan? Niks. Oké, dan probeer het eerst zelf. Ja. Henk, je gaf net aan, gegroeid van 600 naar 1600. Nee, dat is nog een behoorlijke stap. Hoe hebben jullie dat in al die jaren kunnen managen? Met name dan qua begeleiding en dergelijke. Nou, eerlijk gezegd is de belangrijkste taak voor een opvolger de bedrijfsvoering aanpassen. Want we zijn als organisatie wel gegroeid en we hebben een ontzettende voetbalsprong gemaakt. En ook bij de jeugd hebben we enorme stappen voorwaarts gemaakt. Maar eigenlijk is het nog zo, de bedrijfsvoering is nog net zo als in 1999. En dat is een hele belangrijke taak van mijn opvolger om dat been bij te trekken en dat op het juiste spoor te krijgen op allerlei vlakken. Dus niet voetbalgerelateerde zaken, ja, dat wordt een enorme uitdaging voor mijn opvolger. Hoe is dat bij HVV geregeld, zoiets dergelijks? Want kijk, HVV is ook een grote club en jij was voorzitter voetbal. Daar heb je nog een overkoepelend bestuur, je hebt nog een afdeling cricket. We hebben 3 afdelingen, voetbal, cricket en squash. Ja. En, en daarboven zit dan nog een algemeen bestuur. Met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. En dan de 3 voorzitters van elke afdeling zitten daarin. En dan heb je je eigen bestuur nog met voetbalafdeling, met een secretaris, maar ook een penningmeester en een voorzitter jeugd. En een lid van overige senioren. Goed, we gaan dadelijk met jullie verder praten, want het is tijd voor onze
rubriek, onze vaste rubriek, de vierde man. En we zijn reuze benieuwd waar onze reporter Laurens de Wit ditmaal weer uithangt. We gaan twee avonden terug in de tijd. Het is verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Op de lijst Groep de Mos staat een markante lijstduwer. U kent hem misschien als de behangkoning van Nederland of als mede-eigenaar van het Engelse Swansea City. Ik heb het natuurlijk over John van Zweden. We gaan kijken hoe hij deze avond beleeft. John van Zweden, hoe ben jij in de Haagse gemeentepolitiek terechtgekomen? Ja, door Richard de Mos. Ik ken natuurlijk Richard al een hele lange tijd. En, Richard die heeft een Haags hart. En niet alleen voor ADO Den Haag. En ik kon het heel goed met Richard zijn punten vinden. Richard heeft mij gevraagd om lijstduwer te worden. En ik denk dat de stad Den Haag Richard verdient. En ik denk dat de Groep de Mos een hele goede partij is voor de stad Den Haag. Dus vandaar dat ik heb gezegd, ik ga er mee aan de slag en ik ga Richard helpen. Wat zijn jouw ambities op het gebied van de gemeentepolitiek? Nou ja, ik heb natuurlijk vanaf het begin gezegd, ik heb een onwijs druk leven op het ogenblik. Ik zit natuurlijk 3 dagen van de week in Engeland. Ik heb mijn winkel, ik geef lezingkies. Iedere dag, dus ik heb gewoon geen tijd om in de lokale politiek en ook niet de landelijke politiek te gaan. Maar het is wel iets waar ik me eigenlijk altijd heel erg in verdiept heb en waar ik ook echt geïnteresseerd in ben. En ik vind dat het een grote puinhoop is wat er gebeurt in het land. En laten we proberen in onze eigen stad het goede voorbeeld te geven. En laten we proberen hier zo met Groep de Mos te kijken of wij ons steentje bij kunnen dragen aan deze mooie stad. Je hebt specifiek campagne gevoerd ook op het thema ADO Den Haag. Wat zijn daar de belangrijkste punten van de lijst de Mos? Nou ja, een van die punten. We hebben 10 speerpunten. En al die 10 speerpunten, daar kon ik me heel goed in vinden. Ik heb altijd heel erg te doen gehad met de ouderen. Vandaar dat ik de combinatie met de oudere partij verschrikkelijk goed vond. Een hele goede zet vond. Zowel voor de oudere partij als voor Richard, voor de partij van Richard de Mos. En ik heb op een gegeven moment gezegd van mijn 2 speerpunten van de 10 punten, dat zijn de ouderen en dat is ADO Den Haag. En het is natuurlijk niet zo gek dat ik probeer de meeste stemmen bij ADO Den Haag weg te halen. Ik ben daar vanuit de Groep de Mos de meest bekende, alhoewel je natuurlijk John Medley en alleen ook niet onder stoelen of banken moet steken. Maar ik denk dat wij gewoon met z'n allen dat goed gedaan hebben. En dat ik gewoon gebruik, misbruik, hoe je het zelf noemen wil, gemaakt heb van ADO Den Haag, van mijn bekendheid bij ADO. Politiek. Politiek. Kijk niet en ik zie niets. Het is vanavond de uitslagavond. Is het nou een beetje dezelfde spanning als bij een voetbalwedstrijd? Ja. Ik kan heel goed tegen mijn verlies, maar eigenlijk ook weer niet. Weet je? Ik ben altijd de eerste 5 tot 10 minuten na een nederlaag ben ik altijd doodziek. En ik ben heel voorzichtig hier. Weet je? We zijn allemaal heel optimistisch. We hebben alles strong gedaan. Maar je weet maar nooit wat er gebeurt. En het verhaal is, de een zegt we willen 4, we willen 5 zetels. Maar ik denk als je als beginnende partij en je komt op 3 zetels, dat je gewoon van belang kan wezen om dadelijk echt de stad te gaan, dat je echt wat in de stad kan gaan doen. En dat je misschien Richard als wethouder naar voren kan schuiven. En dan hoop ik dat Richard wethouder van de sport wordt. Je kon vandaag, dat is toch wel uniek, op jezelf stemmen. Heb je dat ook gedaan? Ja, er zijn mensen die zeggen dat is raar, dat is ijdel, dat is stom. Iedereen voor zich weet. Het is voor mij de eerste keer dat ik op de lijst sta. En ik vind het heel erg apart dat je je eigen naam op een lijst ziet staan en dat je met een rood potloodje, ik ben niet zo van de rode kant zeg maar, ik ben wat meer naar de andere kant toe, maar dat je met een rood potlood gewoon je eigen naam kan kleuren. En mijn vrouw heeft het gedaan en ik heb mijn hele familie getraceerd en iedereen heeft Johnny gestemd en ik ben daar heel trots op, zeg ik heel eerlijk. En ik vind het, als mensen denken dat het ijdel is of dat het niet kan, dan moeten hun niet weten, ik vind van wel. En ik heb het dus echt op mijn eigen gestemd. Je bent heel druk, geef je al aan. Heb je nog tijd om een beetje het Haagse amateurvoetbal te volgen? Nou ja, ik ben zelf natuurlijk hoofdsponsor van de club waar ik ooit begonnen ben. Waar mijn hele familie gevoetbald heeft, VCS. Dat is mijn club en dat volg ik nog steeds. Alleen ja, als hoofdsponsor. Het is heel vervelend dat VCS een aantal jaren achter elkaar gedegradeerd is. En ik hoop dat we nu redelijk bovenin meedraaien. Dat we dit jaar kunnen promoveren. Stiekem en dan stiekem weer met VCS omhoog kunnen gaan. Dat is echt mijn wens. Maar als je zegt van ja, John, ga je nog vaak naar het amateurvoetbal? Ik ga naar mijn zoon kijken. Die speelt bij RKDO in de A1. Die mag af en toe met het eerste mee. Nou, dat vind ik ook leuk. Maar ja, meestal zit ik in het weekend in Engeland. Dus dan blijf ik bij de trainingjes kijken van die pik. Heel veel succes en spanning ook vanavond nog. Ja, ik hoop dat we een leuke avond hebben en dat we een feestje kunnen vieren dadelijk. Dan ben ik wat later in de winkel morgen. Dan weten ze dat vast.
Laurens de Wit met zijn bijdrage, de vierde man. Wij gaan aan tafel verder praten met onze gasten Henk Hoogweg, voorzitter van RKDO uit Nooddorp. En Frank Bijloos, net afgetreden bestuurslid voetbal van HVV. Even naar jou toe, Henk. Jij treedt af, maar ik heb begrepen dat meerdere bestuursleden straks wellicht gaan aftreden. Dus er moeten meer mensen bij komen. Ja, het bestuurslid, gebouwen zeg maar, complex, dat treedt ook af. Maar daar hebben we inmiddels een opvolger voor gevonden. En we zoeken eigenlijk nog een bestuurslid commerciële zaken. Daar is nu een vacature. Dat doen we er allemaal een beetje bij. Maar dat is ook nog een vacature die we inderdaad graag vervuld willen zien. Maar in dat hele plaatje van zoeken van een opvolger van mij willen we ook kijken. Ik denk dat is een mooi aanknopingspunt om ook te kijken of je daar in kunt voorzien gelijk. Frank, jij stopt, maar ik kan me nog niet voorstellen dat Frank Bijloos, want de naam Bijloos is natuurlijk wel een begrip bij HVV. Jezelf, ik weet niet hoeveel wedstrijden gespeeld. Rob, we hebben heel vaak elkaar de degens gekruist op het voetbalveld. Ja, hij stond ergens in de spits, stond hij. Ja, ergens. Maar goed, je hebt heel veel dingen gedaan voor die club. Niet voor niks ben je dan ook erelid geworden. Ik kan me niet voorstellen dat jij niks meer gaat doen. Nee, ik fluit op zaterdag de E1. Als ze thuis spelen, en die spelen 9 tegen 9. Dat is bovenaan. Nee, staan na de 7 wedstrijden spelen ze weer een nieuwe pool, want dat wordt degradeerd en gepromoveerd, dus hoofdklasse. En ik ga regelmatig naar jeugdteams kijken en zondag uiteraard naar eerste en tweede helft. Ja, dat fluit van de 1, dat red je dan wel halve veld? Ja, het was eerst een half veld, maar nu zijn het van de 16 meter naar de 16 meter. Ja, klopt. Nou, dat kan ik nog wel net bijbrengen en anders, dat gaat nog wel mee. Goed, Henk, onder jouw bewind, de club is gegroeid. Gaat geweldig, er wordt heel veel aandacht besteed aan de jeugd, ook zeker op het technische vlak. Als ik dan even naar de senior ga, dan wil het de laatste jaren nou niet echt lukken. Nee, dat is heel jammer. We hebben in 2009 een beleidsvisie aangenomen. En dat liep eigenlijk sneller dan we verwacht hadden. Dat we een stabiele tweede klasse zouden worden met een uitstapje in de eerste klasse, het tweede team reserve eerste klasse, het derde team reserve tweede klasse. Dat is allemaal heel snel gegaan en toen bleef de jeugd eigenlijk achter. Nou, toen, we hebben wel gelijk opgewerkt met de jeugd, trainers voor aangesteld, betaalde trainers voor aangesteld, gediplomeerde trainers voor aangesteld. En ja, nou zie je dat het daar eigenlijk heel goed gaat. De D die speelt landelijk, de C die speelt hoofdklasse. De B1 en de B2 spelen vlak na elkaar. De B1 die is een verschrikkelijk goede lichting. En de A1 die gaat ook gewoon goed. 5 A11-tallen, dat is ook niet gering. Maar inderdaad, sportief gaat het zeker dit jaar gaat het gewoon slecht. Maar Frank Valsterkat speelt een belangrijke rol in de jeugdopleiding. Ja. En het gaat slecht met het eerste. Dus dan Valsterkat ook maar wat taken geven bij de senioren. Dat is eigenlijk op beide verzoek gebeurd van Harold en van de George Brouwer, de voorzitter van de commissie, om Frans de Kat als een mental coach aan het eerst toe te voegen. En dat heeft de laatste wedstrijd, maar de twee wedstrijden ervoor heeft dat best zijn vruchten afgeworpen. En het is gewoon jammer dat het nu zo loopt, want je moet die jeugd natuurlijk wel wat te bieden hebben ook. En als je onverhoopt naar de derde klas zou degraderen, is dat heel vervelend. En straks spraken we even met elkaar. En HVV is zelden overkomen. Je duikelt gewoon door. En dat zie je ook in pijnlijke bij DSVP. Ja. Die is ook op de rand. En dat is gewoon heel erg jammer. Maar we zullen er alles aan doen om het in ieder geval RKD te behouden voor de tweede klasse. En dat zal wel via PD-wedstrijden worden. Dat, is eigenlijk onvermijdelijk. Is dat niet een aantasting van de autoriteit van Harold Schalen, het toevoegen van Frans de Kat? Hij heeft er zelf ook om gevraagd. Op een gegeven moment zei hij ook van ik heb er nu alles aan gedaan en ik krijg het niet meer voor elkaar. En toen, Frans de Kat is ook combinatiefunctionaris bij ons voor een deel. En toen kwamen wij zelf op het idee en hij kwam daar eigenlijk zelf ook mee. Nee, het gaat goed met elkaar. Ik bedoel, het voetbal inhoudelijk, daar is Harold voor. Maar om gesprekken met jongens en jongens aanwijzingen geven, gewoon op het mentale vlak, daar is Frans voor. Dat gaat gewoon, gaat gewoon goed. Gaan we naar HVV. Jij werd voorzitter voetbal.
was wel een stuntje, want je haalde op een gegeven moment ook Albert van der Dussen binnen als trainer. Dat was ook in de fase dat het helemaal niet zo goed ging met de club. Alhoewel, een geweldige eindspurt, dat ze bijna nog toen ook de eerste klasse wisten, dat lukte dan net niet. Nou ja, kijk, we waren natuurlijk in een sneltreinvaart van de derde naar de eerste klas gepromoveerd. En dat is toch andere koek dan tweede of derde klas. Dus absoluut, is in een gegeven. Daar hebben we ons 3 jaar redelijk kunnen handhaven. Alleen het laatste jaar werd het steeds moeilijker. En dan zie je ook dat de echte mensen waar wij op hadden geteerd waren Erik van Galen. En natuurlijk Marnix van der Gun en Derek Mekking. Maar die jongens die liepen langzamerhand boven de 30. Ouder, en dan, dan krijg je toch duidelijk slijtage. En daar hadden we gewoon totaal geen opvolgers voor, want dat liep allemaal prima. Ja, en toen hebben we Albert binnengehaald en gehoopt dat daar een soort kentering in kwam. Maar ja, wat je ook ziet aan mijn buurman, als er eenmaal die negatieve spiraal zit, dan hou het dan maar eens tegen. Het is echt heel moeilijk. En we hebben het er bijna nog gered, maar uiteindelijk was de pijp leeg in de nacompetitie. En toen is het vorig jaar wel hard gegaan. En dat is voor mijzelf ook de grootste teleurstelling die ik in de afgelopen jaren heb meegemaakt. Het zou wel geweldig zijn, de club doet nu weer mee. Nou, we hebben vorig jaar natuurlijk, nadat we 2 keer achter elkaar gedegradeerd hebben, gezegd tot hier en niet verder. Nu moeten we toch echt ook de heren eens een keer zelf de verantwoordelijkheid geven en denken dat... Kijk, HNV is natuurlijk een vereniging waar we sport willen bedrijven, maar sport is op een andere manier dan misschien soms wordt gedacht. Er zijn zoveel andere dingen in het leven. En ja, als je ergens voor kiest, dan vind ik dat je daar ook 100% moet voor gaan. En dat is gewoon niet gebeurd. En die kentering hebben we ook mede dankzij Albert, hebben we dat kunnen inzetten. Ook wij hebben een aantal jaren geleden in onze jeugdopleiding ongelooflijk veel geld geïnvesteerd in nieuwe jeugdtrainers, goede jeugdtrainers. Daar plukken we ook zeker de vruchten van. En dat gaat ook heel goed. En ook in het eerste en tweede elftal is heel erg verjongd. Alleen Derek Mekking is nog overgebleven. Maar die is voor ons een soort extraatje als het gewoon echt in probleem. Want die jongen heeft zoveel meer kwaliteit dan menig ander voetbal heeft. Maar het gaat gewoon de betere kant op. En ja, misschien hebben we wel het geluk dat we dan dit jaar gelijk na 2 keer degraderen weer mee kunnen doen naar de promotie naar de tweede klas. Het zal niet makkelijk worden, maar ik denk wel dat we de nacompetitie gaan halen. Frank, jij zei van eigen jeugd inpassen, net zoals RKDO zeg maar. Je moet altijd een beetje lachen als deze tijd aanbreekt van overschrijvingen en dergelijke. En dat je allerlei berichten hoort van we gaan praten met die en de selectie, en dergelijke. Graag een kort antwoord. Ik vind het altijd vreemd als ik dan al lees in december de contracten van de volgende spelers zijn verlengd. Of iemand gaat weg en je moet nog 15 wedstrijden spelen. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Ik ken het niet, dus het zal misschien vreemd zijn dat ik erover praat. Maar ik kan me nou voorstellen dat iemand in januari zegt, ja, ik weet wel of ik volgend jaar wel of niet te gaan voetballen. Terwijl je nog de helft van de competitie moet spelen. Ik vind het heel vreemd. Om af te sluiten, graag een heel kort antwoord. Dat kan in 2 zinnen. Henk, je stopt straks met de algemene ledenvergadering, maar je gaat niet verloren voor de club. Nee. We zijn een normen- en waardecommissie op het richten. Daar ga ik onderdeel van uitmaken. En we hebben 40 benaderdozen staan, dat heet ons archief. Dick de Hollander, ook geen onbekende voor jou. Daar ga ik dat samen mee doen. En we moeten nog iemand hebben die er verstand van heeft. En dan willen we het archief gaan ordenen en digitaliseren. En het heeft geen haast. En het is gewoon leuk werk. Dan ga je fotoboeken eens te kijken. Goed, kortom nog werk genoeg. Beide heren, Frank Bijloos en Henk Overweg, hartelijk dank voor jullie komst ook hier naartoe. Uiteraard ook het publiek hier in Sir Winston Leisure. Hartelijk dank voor jullie komst. De band, onze huisband, de mannen van het strand, bedankt. Die gaan dadelijk weer voor ons afsluiten. Wat dit programma betreft, we zijn er weer over 2 weken. En dan is het geloof ik de 31ste maart. Dan komen we weer terug met dit programma. Wordt hier opgenomen. En anders op de woensdag Haaglanden Voetbal Totaal. Hartelijk dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer. Don't you worry baby, I will be alright. As long as I'm able to dream of you at night. Don't you worry, baby, I will be alright. As long as I'm able to dream of you at night. Don't you worry, baby, I will be alright. As long as I'm able to dream of you at night. Don't you worry, baby.
as long as I live on to dream of you at night. Wilt u een keer een uitzending bijwonen? Meld u dan aan via redactie@haaglandenvoetbal.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, loodgietersinstallatiebedrijf Van Leeuwen, Neneva lichtreclame en belettering, restaurant De Landbouw, Max Heldclub fysiotherapie en personal training, Pieter Overgaag partyverzorging en organisatie, Ros Overslag, Bigtgroep ICT-diensten, RW Repair voor brand, water en inbraakschade en Asta Casino.